Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 22 februari. Verwijder afleidingen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Matteüs 6, vers 33. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Afleiding is een van de sluwere wapens van Satan. Hij weet dat, wanneer we worden afgeleid door de zorgen van het leven, we meer dan waarschijnlijk onze tijd met God zullen beginnen te verwaarlozen. Om ons trouw te houden aan Hem en in nauwe en solidaire vriendschap met Hem te blijven, wil God dat we afleidingen verwijderen die ons van Hem scheiden, zelfs als dat pijn doet. Bijvoorbeeld, als onze carrière of het verlangen naar geld of een hogere sociale status belangrijker zijn dan God te behagen, moeten we onze prioriteiten bijstellen. Of misschien houdt een relatie je weg bij het doorbrengen van tijd met God en ben je meer op zoek naar aandacht en goedkeuring van die persoon dan van God. Waar het om gaat, is dat elke situatie of verlangen die ons hindert om geleid te worden door de Heilige Geest of voor God te leven, een ongezonde afleiding is die niet goed voor ons is. God wil dat we door de Heilige Geest geleid worden, niet door afleidingen. Dus zet vandaag alle afleidingen in je leven opzij en richt je doelbewust op God. Als je eerst God met heel je hart zoekt, dan zul je Hem vinden. Hij wacht op jou. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heer, ik vraag U mij te helpen om alle afleidingen in mijn leven te verwijderen, zelfs al doet het pijn. Help mij U boven alles te zoeken en dagelijks geleid te worden door de Heilige Geest. Ik wil voor U leven. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.